Die hek naar Koningsdag wordt de koning onder de DJI drones opnieuw gelanceerd, de Air 2. De Air 2 is de Mavic Air 2, een opvouwbare drone. Hij vouwt uit zoals de andere Mavics. Oep, zo. Batterij is te verwijderen en erin te stoppen. Klikt stevig vast aan de bovenkant, zal nooit naar onderen wegvallen. Sensor aan de voorkant, aan de achterkant, aan de onderkant. Een bescherming voor de gimbal. Die haal je er zo af, naar voren. Dan gaat hij er goed af. De afstandsbediening is nieuw. De iPhone of smartphone houder die zit hier. Kan een iPhone 11 Max met een hoesje van Apple makkelijk in. Hier zit de kabel. Die kabel die haal je er zo uit. Kan je vervangen door een micro-USB of een USB-C kabeltje. En dan leg je de telefoon erin. Aansluiten en klaar. Een hartstikke dunne oplossing. Nu in de zon zien is heel veel. Dus ik denk dat er wel aftermarket producten zullen komen waarmee je eigenlijk de zon afschermt. Maar het ligt echt veel beter in de hand dan wanneer dat hier zit. Dus nu heb je veel beter zicht wat je aan het doen bent. Schakelaar, normaal, sport, tripod, home knop. Nou, de gebruikelijke knoppen voor foto, video. Hier zitten de pookjes in als je op transport meeneemt. Kan je hem netjes opbergen. Daaruit val je makkelijk ook weer op. Gimbal besturing, start, stop, video. Ja, eigenlijk allemaal heel bekend en toch weer een net stuk beter. Als je vliegt, dan merk je echt dat hij een stuk beter vliegt. Laten we ze daar gaan doen. Ik weet niet of je het zo kan zien, hè? Go Fly. Ik sta hier in deze zone waar ik mag vliegen volgens alle beveiliging. Dat is trouwens ook nieuw in de DJI Air 2. Er zit het systeem in dat als politie ook of overheid het systeem gebruikt, kunnen ze op een knop drukken en dan landt het apparaat gewoon. Nou, laten we eens Go Fly doen. Take-off permitted, nou, dat is fijn om te weten. En ik heb tripod mode aan, vind ik altijd wel prettig. Zeker in het begin, als je met een nieuwe drone begint, dat je niet te agressief alle kanten uitgaat. En laten we take-off doen. En daar gaat hij. Nou, ik zal gaan opnemen. En ik zal dadelijk ook laten zien wat het beeld is van dit. En dan zet ik mijn SM eronder. Omhoog. Ja, super simpel. En snel landen en je ziet dat hij echt heel mooi het laatste stukje afdempt met de sensor. Hij heeft nu de grond herkend. Hij landt en hij schakelt uit. Echt fantastisch. En het lijkt allemaal zo simpel, maar ik heb toch heel wat drones al gehad. En niet elke drone is dat je echt gewoon in één keer uit de doos gaat vliegen en echt een rock solid gevoel geeft. Dat geeft dit ook. Dus ik had al de PR-manager van DJI al een appje gestuurd van damn. Elke keer wordt het weer beter, moeten we weer nieuwe spullen hebben. Wat ik ga doen, ik ga het scherm opnemen en dan kan ik kijken of ik je dat tegelijkertijd ook kan laten zien. Even kijken, screen capture aanzetten. Zo. Oké. Screen capture staat aan. Zo. En dan gaan we nog een keer. Take off. Oké. Okay. En dan gaan we een stukje vliegen en filmen en kijken hoe dat eruit ziet. Zo, en laten we ze voor gaan vliegen. Dit is dan tripod mode,
niet eens sportmotor. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Maar het gaat echt behoorlijk hard. Dus ik ga het nog een keer doen. Oké, nu even op camera. Nou, zie je gelijk dat ik aan het filmen ben met de Canon G7 X3 en een Pixelmaker tripod en de Röde Wireless Go.